Nou, we zijn vandaag voor het eerst met de Pipistrel op Schiphol geland. Ik denk zelfs dat het de eerste keer is dat zo'n elektrisch vliegtuig op een grote internationale luchthaven is geland. Het vliegtuig heeft een bereik van 1 uur. Je kan 1 uur lang vliegen met een volgeladen accu. Je moet een reserve aanhouden van 1/2 uur. Dus effectief kan je 1/2 uur vliegen van A naar B, van Rotterdam naar Schiphol, zoals we zojuist gedaan hebben. Zoals jullie zien staat hij nu aan de lader. Dan is hij weer klaar voor de volgende vlucht. Vanmiddag staat dan de vlucht van Schiphol naar Lelystad op het programma. De batterijen, daar hebben we er 2 van. Dat zijn grote jongens van 70 kilo per stuk. Dit vliegtuig is uitgerust met zogenaamde flapperons. Dat betekent een combinatie van ailerons, rolroeren en flaps. Grote besturingsvlakken over de hele lengte van de vleugel. Nou, het allerbijzonderste aan dit vliegtuig is natuurlijk de aandrijflijnen, waar de energie vandaan komt. Dus de accu's die erin zitten en de elektromotor. Dus dat er geen uitstoot is, hè. Dus dat die opgeladen wordt met groene stroom en dat je dan emissieloos vliegt. Ja, dat is de hamvraag, hè. Kunnen we op vakantie met een elektrisch vliegtuig straks? We moeten daarvoor nog een hoop onderzoek doen. Er moeten echt nog wat flinke stappen gezet worden op batterijgebied. Maar ik verwacht dat binnen 1 of 5 jaar dat er echt wel 9-zits vliegtuigen volledig elektrisch kunnen zijn. Voor zo'n 500 à 1000 kilometer. Misschien 19-zits.